heel wat hoe stretje, wie ik een beetje op ziek, naar de coach, wat wil ik, hoe wil ik het doen, hoe wil ik het aanpakken naar Rio. En ja, op Sielhuis is mijn huidige coach, die zei van ja, ik heb geen ambitie om coach te zijn, maar ik word wel helpen om een coach te vinden. We hadden toen een paar evenementen samen die en die ging heel goed en hij werd eigenlijk heel enthousiast en ik ging blijkbaar wel ondersteunen met mijn hurde werkje. En hij hier zoiets van ja, dit is echt gewoon heel tof en ik word nog een keer per Bjerry en toen hebben we met Stwaan dat die. En toen hebben we een keer Roelof, ik heb hier meestal meer om mij te trainen, toen hebben we een keer Roelof per Bjerry en toen ja, dan werd het echt, hebben we met z'n trainen een stage die en toen dacht ik nou ja, dit is gewoon better kennet, zeg maar. Roelof als trainingspartner en als assistent coach samen met Jaap. Dus ze wil echt heel hard werken en ja, hopelijk werkt dat die vrucht nou volgend jaar. Ja, ik heb je vertellen, Lidden, dat van de mensen die hier omvaren, dat sto vier bij de meeste oeren in Rio maken gast. Is dat zo? Ja, dat zou wel kunnen kloppen, ja. Ja, ik vond het wel echt belangrijk. Nooit wat toen stof ik heel snel naar Rio ging. Voor het eerst dat wij met Sion Eck in hetzelfde plak zitten als wij de Olympische Spelen houden worden. In Londen zitten we natuurlijk 3 uur de afstand van. En nu zitten we echt in een wereldstad waar het gewoon echt heel lastig Sion is. En stroming in het water en hege bergen eromheen. Dus ja, het is echt gecompliceerd. Dus ik wilde zo snel mogelijk in om te zeggen van ja, hoe moet ik dit aanpakken? Hoe veel tijd moet je spenderen? En de conclusie was eigenlijk, hoe meer tijd ik kan spenderen, hoe beter het is. Dus vandaar dat ik eigenlijk... ja, volle maanden per jaar daar zit. Toen had deze week Jerry Medeblik ook geleerd dat ik mijn huddenwien, dus die zwitteren vooral je toch hak is. Dat maakt voldoening aan. Ja, zeker weten. Je hebt echt volle voldoening. Ik hier een beetje stroeve start van het seizoen. Paul, maar moest ik niet terugloeken. Mijn lichaam werkt niet helemaal mooi, maar ik heb goed gesteld. Het is nou super goed. En ja, als je dan zo'n weekend is, maar saf volle win. En dat je gewoon bovenal kan eindigen. Ja, dat is echt fantastisch. We zijn echt op een goede wei bezig. Vind je het haast, maar dit iedere keer samen om, hè? Ja, het is nou echt een eindsprint naar volgend jaar. Ja, het is gewoon nou super overzichtelijk. We weten precies hoe we elke dag in je film van nood tot mooi de spullen in 2016. Dus dat is wel bizar. Maar het is wel leuk. Hier doe je het voor. Zo iedereen traint keihard. Iedereen presteert op het hoogste niveau. Wordt steeds beter. Ja, dat is gewoon een kick dat je daar maar mooi kunnen doen. En dat je gewoon mooi kunnen komen. En nou een orenkleur plak, hè? Ja, dat is zo mooi best. Ik bedoel, uiteindelijk of je wint of net, dat weet je nooit. En Rio is echt een uitdaging voor Silas. Echt lastig. Een stuk minder zeker, omdat ze vol variabel binnen, bij wijze van spreken, als in Londen. Maar ja, ik ging er echt alles aan wat ik kan om zo goed mogelijk om te starten verschijnen. En een kans zo groot mogelijk te maken om een goud te winnen, ja. So far so good? Ja, zeker weten. So far so good, ja. Yeah.